Om te beginnen, eentje die al een hele lange tijd bij iemand thuis lag. Dat is duidelijk deze bad boy. Dit is een tekening van mijn oude vertrouwde design van mijn Pony OC Astral Thunder. What's up internet? Mijn naam is Phoenix Star en tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video van de Astral Survival. Ja, ik weet het. Ik heb gezegd van, yo, ik ga geen nieuwe gameplay video's meer maken. Of in ieder geval niet meer uploaden op het kanaal. Ik zou ze alleen nog maar livestreamen. Klopt. Ik zou ook wel even verklaren waarom ik opeens weer een video maak. Heeft er gewoon mee te maken met dat ik een enorm gebrek heb gehad aan video's de afgelopen maand. En ik wil dat gewoon even goed maken. Of in ieder geval deze maand, afgelopen week eerder. Dus ik wou dat gewoon nog even goed maken met deze video. Alsjeblieft, hier heb je een leuke video om eventjes van te genieten. In de tussentijd ga ik het gewoon weer al eventjes hebben over allerlei leuke dingetjes die ik gewoon even kwijt wil. Gewoon omdat ik het leuk vind en omdat het kan. En in de tussentijd kunnen jullie genieten van mijn fantastische gameplay. Nou ja, fantastische gameplay. In ieder geval, ik wil gewoon nog eventjes beginnen met de versie waar ik momenteel op speel van Minecraft. Jullie weten, ik speelde deze wereld al sinds 1.13, de update Aquatic. En een tijdje terug, niet heel erg gek lang daarna, is er een snapshot uitgekomen van deze fantastische game. Ontzettend lachen, ontzettend leuk. Vind ik heel mooi om te zien dat er al heel snel een snapshot uit is. Ik weet niet of dat je het een beetje kan zien. Je kan het net daarboven zien. 18W43C is de allernieuwste snapshot die verschenen is in deze fantastische game. En daar ben ik ontzettend blij mee dat ze nu al bezig zijn met gloednieuwe updates voor deze game. Want ja, Minecraft is gewoon een leuke game en ik wil gewoon zoveel mogelijk fantastische updates zien verschijnen van Minecraft. Dus ja, ik ben er al hartstikke blij mee dat ze zo snel al een gloednieuwe update aan het creëren zijn voor Minecraft. Er zijn ook al een heleboel mensen geweest die heel wat video's hebben gemaakt over Minecraft 1.14. Village and Pillage, zoals de update zou gaan heten. Dus voor het eerst trouwens sinds een hele lange tijd, of volgens mij sinds nooit eigenlijk. Volgens mij heeft Mojang nooit echt een update gehad waar het woord update niet in de naam stond. Dus dat is op zich wel even leuk om te zien, vind ik persoonlijk. Nou, ik weet niet hoe anderen er tegenaan zullen kijken, maar ik vind het op zich best geinig om te zien dat ze dat voor de verandering even niet hebben gedaan voor de nieuwe Village and Pillage update. Maar goed, Village and Pillage klinkt nog best wel als een hele interessante update trouwens. Maar goed, dat is dus de update waar ik momenteel op aan het spelen ben. Ik heb nog niet heel erg gek veel van de update gezien. Ik weet dat er panda's in deze snapshot zitten. Ik weet dat bamboe is toegevoegd aan de game. En volgens mij mis ik iets. Ik mis sowieso wel een aantal dingetjes die ze hebben toegevoegd aan deze snapshot. Maar wat weet ik eigenlijk niet precies. Er is in ieder geval aardig wat toegevoegd in deze fantastische snapshot. En ik vind het heel erg mooi om te zien dat Minecraft weer even een heerlijke comeback maakt in zijn geschiedenis van updates. Want Mojang heeft door de jaren heen wat goede updates uitgebracht en wat minder goede updates. Denk aan dit. De 1.9 PvP, de combat update die ze hebben toegevoegd. En niet heel erg lang geleden als de update Aquatic. En dat wordt beschouwd als een van de beste updates ooit gemaakt. Dus ik vind het op zich best wel heel erg tof om dat te zien. Dus ja. En de Village and Pillage update wordt ook een hele toffe update. Daar ben ik hartstikke zeker van. Dat is dat weer voor even Minecraft. Voor nu wil ik het eigenlijk heel eventjes over wat anders hebben. Sterker nog, ik wil even wat leuks laten zien. Tenminste, ik denk dat het wel even leuk is om even te laten zien. Ik ben namelijk afgelopen weekend heel eventjes naar een hele leuke bijeenkomst geweest. Een brownie meet, zoals dat heet. Ik ben gewoon heel eventjes naar Utrecht geweest voor een leuk brownie feestje. Lekker veel cider, lekker veel muziek, lekker veel bronies, lekker veel, ja, ponies. Want ja, zo gaat het er aan toe tijdens een brownie meet. En ik heb daar best wel wat leuke dingetjes gehaald, want je kan daar namelijk, als je zou willen in ieder geval, en dat wilde ik, een aantal leuke merch dingetjes kopen. Leuke pony merch, dat is, weet je wel, heel erg leuk om geld naartoe te smijten.
Tenminste, dat vind ik. Natuurlijk is het merendeel wat ik gehaald heb is plushy. Dat is niet heel erg interessant om te laten zien. Ik denk dat iedereen wel een beetje een idee heeft van hoe een pony plush eruit zou zien. Maar wat misschien wel even leuk is om te laten zien is zijn twee items die mij die door mij zijn praten gaat ontzettend moeizaam momenteel. Misschien moet ik zo meteen trouwens wel eventjes de mine in, zodat ik wat meer resources kan verzamelen. Of ik ga wel eventjes de wijde wereld verkennen. Want dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Ik heb in ieder geval twee items aangeboden gekregen van twee goede vrienden van mij. En die ga ik zo meteen al even laten zien. En ik ben ze er tot op de dag vandaag nog steeds heel erg dankbaar voor dat ze het voor me hebben gedaan. En ik heb trouwens nog glas nodig voor de bovendieping. Het is echt... ik ben er ontzettend blij mee dat ze dat... God, wat gaat praten moeilijk momenteel. Ik vind het hartstikke tof om te zien dat ze voor mij gewoon even de tijd en de moeite hebben gedaan om even iets voor mij te maken. Ik zou het gewoon al even laten zien, wat kan mij het schelen. Ik zet wel even de game op pauze. Oh ja, dat kun je momenteel ook doen. Je kan feedback geven en je kan bugs reporten als je zou willen. Mojang is echt ontzettend veel bezig met de interactie met hun gebruikers. Dus dat is wel tof. Oké, ik heb even mijn webcam wat groot gemaakt, dan kun je de items wat beter zien. Om te beginnen, eentje die al een hele lange tijd bij iemand thuis lag. Dat is dadelijk deze bad boy. Dit is een tekening van mijn oude vertrouwde design van mijn Pony OC Astral Thunder. En dat was echt een aardig tijdje geleden. Ik denk niet dat ik deze nog gebruik. Ik gebruik hem gewoon niet meer, zo simpel is het. Ik heb deze... al een aardig tijdje niet meer gebruikt. En dan is het nog best wel even leuk om te zien dat iemand gewoon de tijd en de moeite heeft genomen om dit voor mij te maken. Irina, zoals die heet. Ontzettend bedankt voor deze fantastische tekening. Ik heb hem zeker een heel erg interessant, leuk plekje gegeven op mijn kamer. Zodat die echt best wel mooi te zien is. Op dit moment ligt het allemaal even bij mij op de grond neer. Omdat ik anders naar de kast moest gaan lopen en zo. En was allemaal moeite. Maar wat misschien wel ontzettend mooi was. Wat ik tijdens die meet kreeg. Is dit. Dit is een betaalde commission. Die ik heb gedaan. Bij Meteor Zoom. Voor 10 euro. En ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb dit een aardig tijdje geleden gecommissioned. Kostte Meteor een aardig tijdje om af te maken. Maar ik ben ontzettend tevreden met het eindresultaat ervan. Heeft ook zeker een heel erg mooie plek gekregen bij mij op de kamer. Dus dat heel eventjes voor de loot van Meet 23. Verder heb ik natuurlijk ook flink veel plusjes en zo. Is niet heel erg interessant om te laten zien. Dus ik ga het ook maar wel even niet laten zien tijdens deze video. Tenzij er natuurlijk mensen zijn die zoiets hebben van... Yo, Koen, als je ooit eens een keertje wat meer van je shit wil laten zien dat je op je kamer hebt staan... Doe eventjes gek. Maak even een roomtour video als je wilt. Lijkt mij ontzettend leuk. Zou jij een roomtour video willen zien op mijn kanaal? Laat het eens even weten in de comments beneden. Want het lijkt mij op zich wel een keer leuk om een video te maken waarin ik mijn kamer ga laten zien van... Yo, dit is mijn gameverzameling. Dit is mijn ponyverzameling. Dit is mijn kamer vol met troep, weet je wel. Lijkt me op zich wel een keer geinig om te doen. En ding wat ik wel eventjes deze video wil laten zien trouwens. Ik heb mijn webcam net klein gemaakt en dan moet ik hem weer groter maken. Nee, dat ga ik wel even niet doen, want ik ben daar te lui voor. Ik heb hier een super mooie aanwinst bij me. Dit is de Nintendo Entertainment Classic Mini. Nintendo Entertainment System Classic Mini eigenlijk. Zoals die volledig heet. Sommige mensen noemen het de NES Classic Mini. Maar ik noem het gewoon Nintendo Classic. Gewoon puur omdat het is de Nintendo Classic. Ik heb hier ook gewoon even de originele NES controller bij. Het leuke is, als dat mensen mij een beetje goed kennen. Als je een aardig tijdje geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal. Dan weet je als het goed is dat ik aardig... weg ben van retro games. En het ding is gewoon... waarom vind ik retro games nou eigenlijk zo leuk? Nou, dat is eigenlijk gewoon vrij simpel. Ze zijn een heel stuk simpeler. Ik hou gewoon van simpele games. Zo simpel is het eigenlijk.
En over het algemeen vind ik retro games gewoon een heel stuk leuker spelen. Enige probleem is de controller. Ik zal het even proberen te laten zien. Dit is ongeveer hoe lang de kabel is van de controller. Het is echt niet lang, deze kabel. Ik moet ook gewoon letterlijk hier bovenop mijn televisie gaan zitten. Mocht ik een beetje goed gaan spelen, dan moet ik dus hier achter mijn bureau gaan zitten. Zodat bovenop mijn televisie om een beetje goed te kunnen spelen. Het is niet het beste ooit. Want als je echt een couchgamer bent, dan wil je echt achterover gaan zitten in je fantastisch mooie bank voor je televisie. En dan wil je zonder echt al te veel boostbas met je kabel en zo, allemaal van dat soort dingen. Dat is gewoon heel erg vervelend als je dat hebt. Ik heb hier zelfs nog een controller liggen van de Super Nintendo. Die is best wel heel erg oud. Hij is wat nieuwer als de Nintendo, als de NES. Maar deze, je begint het al redelijk te zien, heeft een best wel lange kabel. En dat is best wel handig voor als je een couchgamer bent. Nu ben ik niet per se een couchgamer. Ik bedoel, ik heb geen gameconsole bij mij op mijn kamer staan. Maar het zou op zich wel handig zijn als ik dat zou hebben. Als ik zoiets heb van, yo, ik wil even lekker achterover zitten in, op mijn bank. Met een controller in mijn hand en even lekker een potje gamen. Dan zou dat eventueel kunnen. Mits ik een nog iets langere kabel heb als, deze Abomination. Het is op zich wel een fijne controller. Er zijn een aantal mensen die hebben een hekel aan de NES controller. Omdat die te blokkerig is en veel te scherpe randjes heeft. Ik vind het oprecht een best wel lekkere controller om in mijn hand te hebben. Ik zou alleen niet zeggen van, dit is de beste controller ooit. Maar hij is op zich best oké voor als je houdt voor retro games. En daar hou ik wel van, dus dat komt ontzettend goed uit. Ik kom gewoon serieus ontzettend veel ramen tekort trouwens. Ik ben echt veel te lang bezig met dit huis te bouwen. En het ding is ook gewoon, ik wilde hier allemaal kisten neerzetten. Maar ik wilde het ook een soort van mooi maken. Dus vandaar dat ik zoiets had van, yo, ik ga hem wel eventjes compleet maken. Want dat stone bricks en zo, van dat soort shit. Alleen dan heb je dus wel aardig wat stone bricks nodig. Nu heb ik het dus voor elkaar gekregen om het huis een soort van mooi te maken met die stone bricks. Alleen ja, je moet nog best wel heel erg veel minen en heen en weer rennen. En dat kost allemaal weer moeite en daar heb ik allemaal geen zin in. Maar ja, je moet het er maar voor over hebben voor een beetje een mooi huis. Ik heb overigens ook een aantal leuke dingetjes tegengekomen op onder andere Discord. Ik heb trouwens inmiddels mijn eigen Discord-server. Linkje in de beschrijving. Kun je joinen. Het zou waarschijnlijk ook wel ergens op het eindscherm van mijn kanaal van deze video staan. Hey, als je wilt bijpraten over mijn laatste video's, dan kan dat. Join nou even mijn Discord-server. Linkje in de beschrijving. Maar goed. Er zijn dus een aantal mensen die serieus best wel genieten van de manier waarop ik video's maak. Ik weet bijvoorbeeld dat Meteor Zoom het heel erg leuk vindt om nog wel eens naar mijn video's te kijken. Waarom weet ik niet, maar ja, hij heeft me ooit wel eens een keertje verteld van, yo, ik vind je video's leuk om te zien, omdat je ook wel eens wel even leukere verhalen vertelt. Want ja, het is inderdaad zo van, ik vind het nog wel eens wel even leuk om gewoon even een leuk verhaal te vertellen tijdens mijn video's. Nu kan ik natuurlijk gaan zeggen van, yo, ik ga gewoon nog even een beetje zeggen wat ik allemaal in de game aan het doen ben en weet je wel, dat soort dingen. Het ding is, mijn kijkers, neem ik aan, zijn geen fucking debielen. Die kunnen wel zien wat er allemaal op het scherm gebeurt. Daardoor zit ik zo van, yo, wat mij wel even een leuk idee lijkt, is dat ik gewoon even aankom met een leuk verhaal voordat de video überhaupt begint. Want dan kan ik mijn kijkers en een klein beetje entertainen. En ze hebben daadwerkelijk wat interessants om te zien. En ze vervelen zich niet. Komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Sterker nog, het betekent allemaal gewoon precies hetzelfde. Maar dat maakt me eigenlijk vrij weinig uit. Want het is wel gewoon even leuk om een verhaal te vertellen. Waar slaat het allemaal op? Geen idee. Maar dat is mijn kanaal. Mijn kanaal slaat helemaal nergens op. En dat is nou precies waarom ik dit soort video's maak. Gewoon puur en alleen omdat ik gewoon video's wil maken waar ik gewoon een klein beetje slap aan het lullen ben. Doe me een beetje denken aan
Als ik naar mijn eigen video's kijk, dan denk ik aan één YouTuber die die precies dezelfde stijl heeft als wat ik momenteel aan het doen ben. En misschien komt dat omdat ik zijn stijl een beetje gestolen heb. En dat is namelijk Rick van Serpent Gameplay. Als je actief bent op YouTube, dan weet je precies over wie ik het heb. Rick van Serpent Gameplay, voor diegenen die hem niet kennen. Gek genoeg. Rick van Serpent Gameplay is iemand die maakt dagelijks 2 video's. En dat zijn allemaal gekke video's waarin je gewoon eventjes een aantal gekke verhalen vertelt. Het zijn vooral video's waar hij gewoon een beetje veel plezier aan het maken is tijdens het spelen van videogames. En dat snap ik op zich wel, want het is op zich wel even leuk om zo nu en dan even videogames te gaan spelen. Dus ja, vandaar dus dat ik zoiets heb van, yo, ik ga het ook gewoon even lekker doen, weet je wel, want het is leuk om te doen. En ik zie net ook dat mijn kisten niet helemaal goed staan. Wacht even. Dit moet wel even goed zetten, want dit staat namelijk helemaal niet goed. Zo. Het is ook niet recht. Shit. Oké. Okay. Dat is best wel naar eigenlijk, dat dit op deze manier moet. Maar goed, laten we hier gewoon even een gat vallen en dan zetten we dit hier even zo neer. Misschien kan ik hier zelfs een houtblokje neerzetten of zo. Zal ik dat eens al even doen? Even kijken hoe dat eruit ziet. Ik kan er eventueel even een klein stukje, hoe heet het, decoratie neerzetten. Misschien dat dat werkt. Moet ik alleen nog even kijken hoe ik in hemelsnaam een bloempot maak. Want ik heb dat nog nooit eerder gemaakt. Kan ik dat überhaupt maken met de spullen die ik momenteel heb? Lijkt er niet bepaald op, hè? Nou, dan moet ik dat ooit eens een keertje gaan fixen. Want ik heb het best wel nodig eigenlijk. Oké, dan hebben we dat eigenlijk uit de weg geholpen. Maar goed. Rick van Super Gameplay maakt in ieder geval leuke video's. En ik heb zijn stijl een beetje overgenomen. Misschien een beetje gestolen. En waarom heb ik dat gedaan? Nou, eigenlijk gewoon vrij simpel. Ik vind Rick van Serpent Gameplay een toffe gast. Ik vind dat hij toffe video's maakt. En daarom zat ik zo van, yo. Ik vind het gewoon heel, ik wil het ook even doen, weet je. Dat brengt ook een klein beetje meer structuur aan mijn video's. Heb je niet een of andere rare bullshit video. Of een hele saaie gameplay video. Waar ik alleen maar aan het uitleggen ben wat er allemaal op het scherm gebeurt. Want dat kun je wel zien, weet je wel. Dat soort dingen. Ik ga in ieder geval even mijn kisten ordenen, want daar wordt het ook maar eens wel even tijd voor. Wat heb ik allemaal? Ik heb allemaal zeldzame troep. Ik heb heel veel kool trouwens. Waarom heb ik zoveel kool? Oké, hier gaat alle waardevolle troep in. Eventuele tools kan ik op zich. Waarom heb ik 2 ijzeren zwaarden? Wapens en dat soort shit kan hierin. Hetzelfde geldt voor een aantal tools. Heb ik überhaupt tools? Ik heb geen tools! Lekker bezig, pik! Mijn tools die heb ik wel. Die zitten hier in mijn inventaris. Maar daar houdt het ook wel bij op. Sticks vallen in principe onder tools. Dus die zet ik daarbij. Carrots en zo. Dit zijn allemaal farmspullen, denk ik maar. Ik moet allemaal nog wel even gaan bekijken wat ik allemaal in welke kist stop. Maar goed, we gaan gewoon wel eventjes de mine in en we gaan wel even kijken waar we allemaal uitkomen. Want dat lijkt me wel weer heel even leuk om wel eventjes de mine te verkennen. Sommige van mijn kijkers die herkennen dit waarschijnlijk wel. Dit is de mine waar ik al mijn shit mine. Lijkt me best wel logisch. En dit is ook waar ik ontzettend veel mine systemen ben tegengekomen. Het is echt insane. Ik ben nog niet eerder een grot als dit tegengekomen in mijn game. Dus dat is op zich wel even tof om te zien. Dat ik zo ontzettend veel fantastische wegen kan vinden hier. Want op die manier kan ik eigenlijk ook zoveel mogelijk loot vinden in deze mine. En dat is op zich wel fijn. Wat heb ik wel nodig. Ik heb het net over dat ik het veel leuk vind om gewoon even een leuk verhaal te vertellen. In plaats van dat ik ga vertellen wat er in de game gebeurt. Wat doe ik? Ik heb het over wat er in de game gebeurt. Ja, dat is wat er gebeurt. Als je even dus door de ideeën heen bent qua verhalen en zo. Dan ga je gewoon een klein beetje onzin lullen. En dan zie je allemaal waar het heen gaat. Maar goed, dus de stijl van Serpent Gameplay heb ik gewoon overgenomen. Puur en alleen omdat ik zijn video's gewoon heel tof vind om te kijken. Wat trouwens ook een ding is, ik vind dit effect wat je tegenwoordig met gravel hebt heel tof. Dat het allemaal als het ware naar beneden valt.
Ik vind dat heel tof. maar goed, dat is zo eventjes wat betreft Serpent gameplay. Nu komen we in ieder geval bij het legendarische punt van de grot, waar ik totaal geen idee meer had waar ik naartoe moest. Probleem is, ik zet overal waar ik heen ga, zet ik fakkels neer. Zodat ik een beetje een idee heb van, yo, hier moest ik heen. Maar ik heb vervolgens helemaal geen idee waar ik nou eigenlijk heen moest gaan. Om een beetje thuis te komen. Dat is mijn grootste probleem hier. En dan val je opeens naar beneden in een heel willekeurig gat. Kom je opeens een creeper tegen, oké. Ja, leuk, I guess. Dan gaan we hier even verder minen, denk ik maar. Hallo, meneer creeper. Mag ik u even doodmaken? Niet op die manier, alstublieft. Zie ik daar trouwens goud liggen? Ja, volgens mij is dat goud. Chill. Dat gaan we zo meteen nog even meenemen. Maar in de tussentijd even wat iron hakken. Want we hebben het nodig. In ieder geval. Dus, nogmaals. Als dat er mensen zijn die interesse hebben in een video waar ik even mijn kamer ga laten zien. Ik zou niet weten waarom mensen dat interessant zouden vinden. Maar als er mensen zijn die dat interessant vinden, kan ik dat in ieder geval even overwegen te doen. Laat ik in ieder geval eventjes hier naartoe gaan. Waarom zit hier zo'n random gat? Je komt het echt allemaal tegen in deze game, hè? Het is echt fantastisch om te zien. Dit is echt de meest raar gegenereerde grot die ik ooit van wel even gezien heb. Moet je kijken dan. Oh, nee. Laat me alsjeblieft met rust. Ik heb geen zin in skeleton. Oh, nee. Nee, ik heb geen zin om ruzie te zoeken met skeletons. Laten we eventjes hier naar boven gaan, want het wordt een klein beetje gevaarlijk. Een klein beetje heel erg gevaarlijk, ster. Godsamme, alweer een creeper. Je komt die kring echt overal in deze game tegen. Het wordt een klein beetje vervelend. Ga alsjeblieft niet dood. Ontplof alsjeblieft niet, want ik heb geen zin om mijn hele wereld weer opnieuw op te zetten. Op te vullen. Of zo, geen idee. Zie je, nu ben ik door mijn onderwerp heen en dan begin je slap te lullen. Dat zei ik net ook. Waarom herhaal ik mezelf? Ja, geen idee. Weet ik veel, omdat het leuk is om te doen, I guess. Oké, nu moet ik mijn thuisbasis terug zien te vinden. Oh ja, hier was dat ravijn wat ik ooit een keertje gevonden had. Daar gaan we sowieso een andere keer even doorheen. Want het is wel even leuk, denk ik, om dat tijdens een livestream te doen, denk ik maar. Ik denk in ieder geval dat het wel een leuk idee zou zijn. Kwam ik hier vandaan? Ik ben gewoon weer de weg kwijt. Waarom raak ik constant de weg kwijt als ik eventjes hier ga minen? Ja, geen idee. Dat is gewoon iets wat mij overkomt, I guess. Waarschijnlijk komt dat omdat ik gewoon heel erg slecht ben in het navigeren van grotten. Ja, waarschijnlijk komt het daardoor. Oké, dan gaan we eventjes de tactiek gebruiken die je nooit moet nadoen. En dat is de tactiek die ik altijd gebruik als ik in zo'n situatie als dit terechtkom. En dat is namelijk recht naar boven graven. Heel veel mensen zeggen wel eens dat je niet recht naar beneden moet graven. En er zijn ook een aantal mensen die zeggen dat je niet recht naar boven moet graven. Nou, ik doe dat wel gewoon heel even op deze manier, want anders dan kom ik nooit meer thuis. En dat lijkt me niet echt bepaald verstandig. In ieder geval, ik ben door mijn onderwerp heen. Dat heb ik ook al een aantal keren in deze video gezegd. Moet je nagaan hoe weinig ideeën ik momenteel heb voor deze video. Dus ik denk dat dit het juiste punt is om even te stoppen met de video. Want hij is ook inmiddels aardig lang aan het worden. Voor het geval dat je vragen hebt naar dingen zoals reviews en zo. Ik ben daar ontzettend druk mee bezig momenteel. Maar het kost gewoon heel erg veel werk, tijd en moeite en je kent dat, je kent al die bullshit wel. Dus ik ga het niet allemaal nog een keer uitleggen hier in deze video. Verwacht zeker nog een aantal fantastische reviews op dit YouTube-kanaal. Komt er allemaal aan spoedig. Ik hoop zo snel mogelijk, want het is alweer een tijdje geleden sinds dat er een review van mij online is gekomen. Het ding is, reviews kosten gewoon heel erg veel tijd. Maar ik heb wel hele leuke ideeën voor reviews, dus dat komt allemaal hartstikke goed. Voor de rest wil ik jullie allen bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie hebben genoten hiervan, laat het me dan zeker even zien met dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal.
En sluit je aan bij de notificatiesquad voor nog meer fantastische video's als deze. Mijn naam is Phoenix Star en wij zien elkaar snel terug bij de volgende. Take care everybody! The whole world at our feet, watching seasons change.